Stef-mili-knot. Hallo, wie spreekt mij? Oh, zoek dekking! Helemaal boven in het huis van de familie Knots heeft meester Vogel de zolder totaal opgekalefaterd en woont daar nu op kamers. Aangezien hij er op het moment niet is, kunnen we stiekem even een kijkje nemen in de... Sst. Hallo. Hallo, is er iemand? Nee, niemand. Mooi zo. Kan ik mooi eens even een kijkje nemen? Met wie ik onder één dak kom te wonen. Wat een smeerlapperij. Teken nooit van opruimen gehoord. Noemt zich nou onderwijzer. De mannen in haar leven. Ik moet nou het voorbeeld geven aan jonge ettertjes. Au, 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 wat doe je nou toch weer? Ben jij de oude steenlaag? Ja. Een dubbele hersenschudding door jouw stomme gedoe. Kan je niet normaal kloppen of zo? Moet ik weer een hartaanval krijgen? Dat heb ik trouwens niks te zoeken. Of kwam je soms weer gluren? Ik heb de gordijntjes gewassen. Snoezig, hè? Zeg, was het een spannend boek waar je in stond te neuzen? Nee. Nou wordt hier raar. Ik kwam alleen maar kijken wat voor vleestil nou weer in de kuip had gehaald. Ja. Mag toch zeker wel in mijn bloed eigen huis een beetje neus. Oude Zemela. Zo. Stukken beter zo. Dat hangt. Spion als zodanig al niet moet ondergaan. Maar ik weet genoeg. Beneden in de stripboekenruilwinkel vertrouwt Hansje wat geheimpjes toe aan haar dagboek. Ik ben reuze benieuwd wat daar allemaal in staat. Ajo! Kijk eens wat ik hier met mijn meetroon. Een prentenverzameling van allemaal antieke spelendingetjes. Hoe kom je daar nou weer aan, man? Nou, ik was in een museum voor eeuwenoude spelendingetjes. Ja? Maar ik mocht nergens aankomen. Doch de opzichter heeft mij dit boek verschaft. Nou, laat maar eens kijken dan. Leuk, hè? Leuk, hè? Oh. Hallo, Luif. Hallo, Arend.
Hé, hey, zijn dit nou de laatste spullen die nog naar boven moeten? Ja. Oh, bent u reeds voltallig verhuisd dan? Ja, dit is het laatste. Oh. Zeg, wat een knoert lelijke schemelamp. Ja, afzichtelijk van lelijkheid. Nou, die lamp heb ik trouwens al jaren, hoor. Oh ja? Nou, dan wordt het nu hoog tijd om hem eens bij de vuilnis te zetten, ja. Lijkt mij zo. Nee, die lamp komt gewoon boven op zolder op de kamer en er hoeft niemand zich mee te bemoeien. Ja? Oh, nou, dan moet u het zelf weten. Dat is geen lamp. Dat is een ramp. Oh, excuseer. Oh, wat een grapjurk ben ik toch. Arend, je vader heeft al 3 keer gebeld. Oh, nou, wat had hij? Niks, hij vroeg of je thuis was. Dag, zeur, die man kan me ook nooit eens met rust laten. Nou, als hij weer belt, dan zeg je maar gewoon dat ik niet thuis ben. Ja, maar, misschien is het wel dringend. Doe nou maar wat ik gezegd heb, hè. Ik ben er niet voor mijn vader. Nou ja. In het salonatelier schildert tante Til er weer vrolijk op los. Wat moet dit nou toch worden? Schilderij heeft helemaal nog geen spanning, zo hard. Tilletje! Daar heb ik mijn opa toch op heterdaad betrapt. Oh, Frederik, lievertje van me. Zalige speurneus. Zeg, wat deed hij, hè? Hij bevond zich op Meester Vogel zijn kamer, zonder toestemming. Hij maakte zich schuldig aan gluurderij. Ha! Wat is dit nou toch weer vervelend? Ik heb een bloedhekel aan nieuwsgierigheid. Een mens heeft nou eenmaal recht op zijn eigen geheimen. Oma bevond zich er ook, maar met een reden. Gordijnenophangerij, althans een poging daartoe. Ja, wacht eens eventjes. Hoe weet jij dit allemaal eigenlijk, hè? Nou, ik heb ze er zelf ook weer bespioneerd als het... En hoe hing jij de spion uit? En waar bevond je je op dat moment? Ik lag op de meester Vogels een bed. Wel alle penselen in de pot van is. En nou is het afgelopen, hè? Ik verbied iedereen, dus ook jou... om ongevraagd op meester Vogels kamer om te struinen. Zo, overhandig jij Arend Vogel strakjes maar eens eventjes dit briefje. En als ze er niet is, dan schuif je het maar onder de zolderdeur door. Zeg, zal ik dat eens eventjes in een aanval op je doen? Kan je dit stiekem lezen? Zo. Net alsof ik dat zou doen, Tilletje. Vertel mij wat, zeg. Zo. Tilletje, wat moet dit eigenlijk voorstellen, hm? Ha? Kunst? Dat zie je toch wel. Lijkt meer op een sleutelgat. Als zodanig. Verroest? Soms is dat mannetje van me nog niet zo onhartestukkerig als hij eruit ziet. Wat een ideetje, zeg. Ja, dat is het. Het is nu echt een kunstwerk geworden. Wat een nieuwsgierigheid opwekt. Waar je dus allerlei geheimen... achtervermoed. Ah, aan dat soort kunstige gezetsmeer. Weer 1000 piekjes verdiend. In de keuken werkt oma zich in het zweet. Goedemiddag, omaatje. Jongen, wat ben jij opgewekt, jongen? Ik heb een prachtboek. Zeer waardevol. Kijkt u maar eens heel voorzichtig met uw onhandige handen. Je let je oude zemel wel, zeg. Maar ik zal heel voorzichtig zijn. Zo. Dit boek is niet van jou. Wis hem werkelijk. Geef op en vlug. Nee, ik geef dit boek aan degene van wie het is. Geef op en vlug. Oh, dat is gemeen. Ik ga weg van hier. Ik mag ook nooit iets. Ik word nog eens voltallig overspannen van jullie.
Kun je niet uit de doppen kijken voor je oude vent? In mijn galo. Excuseer. Stront, familie! Gek. Wat heeft dat te betekenen? Ja, hij is een beetje zagrijnig. Zeker slecht geslapen. Maar daarom hoef ik me eigenlijk toch nog niet omver te laten lopen en te laten beledigen. Nee. Hé, hond. Kom maar bij de baas, hoor. Ja. Lekker koekje voor je, hè. Kijk eens, spring dan. Spring dan voor het koekje. Spring dan. Nee, ik neem hem wel. Hallo, wie spreekt mij? Vader Vogel, wat moet ik met Vader Vogel? Kom dan zelf kijken of Arend thuis is. Nou, vent kan toch niet steeds de hele tijd de trappen op en neer gaan lopen. Het stinkt trouwens. Nee, u niet. Hier, dat lijkt wel brand. Brand? Brand? Oh. Oh, mens, wat ben je toch weer onhandig. Ga eens in mijn laag. Nee, u niet. Dat men... Ach, vlieg toch op. Oh, mooi is dat. Weer een overhemd van mij naar de galamiezen. Ach, het stond je toch afschuwelijk. Zo. Vond jij dat, Johanna? Zo, dan eens even lekker in mijn dagboekje schrijven. Dat is dat stomme boek van neef Herbert. De hele wereld is gemeen. Ik ben heel zielig in de put beland. Oh, hier heb je dan wat om op te vrolijken als je maar ophoudt met de gezanik. Oh, hiep, hiep, hoera! Ik ben hoegeheel opgelucht. Maar hoe kan dat nou opeens hier belanden? Och, wat ook. Hebben eens hebben. Ajo! Nou, die wordt met de dag opgetikt, dan geloof ik. Wat is nou toch dat stomme dagboek? Ik begin nou echt te knijpen, zeg. Stel je voor dat Arend leest, ik moet er niet aan denken, hè? Dag. Oh. Woont hier Arend Vogel? Ja, die woont helemaal boven, 3 trappen op. Nou, oh. Hij heeft geluk, hij is net thuis. Oh, nou, dat treft. Ik ben namelijk, ik ben zijn vader. Ja, yeah. Leuk, hè? Oh, bent u zijn vader? Ja, zijn vader. Had ik u misschien aan de telefoon daarnet? Ja, maar Arend is er niet op het moment. Maar u zei daarnet dat hij wel... Maar hij is er niet voor u. Ik heb me net helemaal vergist. Oh, zit het zo? Ja. Zeg, vertel eens, bent u misschien zijn vriendinnetje? Nou, ik denk dat hij wel eens wat over mij heeft verteld. Ik ben Hansje. Hansje? Nooit van gehoord. Oh, maar dat hindert niet, hoor. Hij vertelt mij nooit iets, hoor. Dat is zo vervelend. Hij vertelt me niks. Dat is heel vervelend. Wat een bende is het hier, zeg. Ja, ik zoek me dat... Wat zoek je, hè? Mijn tasje. Oh, je oh, dat heb je om. Ja, stom van mij, hè? Ja, heel stom. Ja. Nou, dan ga ik maar naar boven, hè. En dan zal ik wel even op hem wachten, hè. Als hij er niet is, hè. Oké, zo. Stomme dagboek ook. Een dagboek moet je goed verstoppen. Nou, het mijne lag dus onder mijn matras. Maar mijn broer vond het per ongeluk en hij heeft iedereen uit de klas mijn dagboek laten lezen. En zijn vriend was er ook bij. En daar was ik in het geheim verliefd op. Als die me nou ziet, komt hij niet meer bij. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het eind van mijn lijf. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het eind van mijn lijf. Ik baal, mijn broer kreeg op z'n donder, maar wat heb ik daaraan? Mijn ouders wilden dat hij zijn excuses aanbood en dat heeft hij dan ook braaf gedaan. Maar ik zit mooi met de ellende, niemand snapt waarmee ik top. Dat snapt alleen mijn dagboek, dus schrijf ik alles maar weer op. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het eind van mijn lijf. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het eind van mijn lijf. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het eind van mijn lijf.
En al wil iedereen weer weten waar die sleutel voor is, aan nieuwsgierigheid geen gebrek. Als ik wat te verbergen heb, dan gaat dat niemand iets aan. Ik voel me op mijn ziel getrapt, dat zal wel nooit meer overgaan. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het echt van mijn lijf. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het echt van mijn lijf. Ik sta voor schut, ik sta voor paal, ze weten het hem van mijn lijf. Ik bouw. Achter vriend Vogel, maak snel een slot op je deur. Enkele huisgenoten waarvan ik de naam niet zal noemen, kunnen jouw privéleven niet met rust laten, je tante Til. Wat heb ik weer? Probeer ik die nieuwsgierige vader maar te ontvluchten, zit ik weer in een huis met een stelletje gluurders. Wanneer word ik nou eindelijk eens met rust gelaten? Verrassing, jongen. Dat komt, wat is... Zo, ik kom eens even kijken hoe mijn zoon woont. Oh. Zeg. Wanneer ga je een beetje opknappen? Hè? Zei dat meisje beneden niet dat ik er helemaal niet pas? Ja, je vriendinnetje Hansje. Ja. Dat is mijn vriendinnetje niet, pa. Trouwens, ze zijn wel mijn zaken. Zo. Wat een bende zit hier, zeg. Jongen, jongen, jongen. Kan dat vriendinnetje van je niet helpen met afwas of zo? Hè? Het is mijn vriendinnetje niet, pa. Oh, en die gordijnen, zeg. Wat hangen die erbij? Oh. Nou, je mag wel wat netheid leren, zeg. Als jij later wil gaan trouwen, nou... Ik ga nog helemaal niet trouwen. Zo. Die gordijnen heeft oma gewoon zo lang opgehangen. Oma? Ja, oma, ja. Welke oma? Is dat van die familie hier, van het huis? Wat is dat eigenlijk voor familie, zeg? Ik had ook al zo'n onbeschofte oude baas aan de telefoon. Gewone familie, Knots, pa. Ja, je vertelt mij ook niks. Maar u hoeft ook niet alles te weten. Nee, ik weet ook niks. Dit zijn helemaal... Wat is dat nou? Verliefd. Nou is het genoeg, blijf af! U kunt me ook nooit eens met rust laten. Gewoon in mijn eigen geheimen, in mijn eigen huis. Nou. Pa, je had niet moeten komen. Als ik dat gewild had, dan had ik u wel uitgenodigd. Ja, maar dan gebeurt het nooit. Ach! Ik begrijp daar niks van. Ik ga wel weg. Dan kunt u lekker in alles gaan zitten neuzen. Dat wilt u toch zo graag? Nou, ga u gaan. Dit zeg. Even kijken wat ik verliefd. Leuk. Misschien zit er op dit moment iemand wel al mijn geheimen te lezen. Ze. Stom van mij om alles zo eerlijk op te schrijven hier. Wat ik allemaal over Arend heb geschreven, nou. Hé, hey Arend, waar ga je naartoe? Wat is er? Waarom heb je mijn vader er nou doorgelaten? Ik had je toch gezegd dat ik hem niet wilde spreken? Ja, het is toch je vader, hè? Misschien was hij alleen maar benieuwd naar je nieuwe kamer. Ja, ze zal ook eens niet nieuwsgierig zijn. Dat is gewoon ziekelijk van die man. Het enige wat ik wil is af en toe met rust gelaten worden. Ja, nou, dat snap ik, hoor. Oh. Nou, snapte hij dat dan ook maar? En je vader, die heeft natuurlijk niemand anders om voor te zorgen, hè? Je moeder is toch overleden? Ja, dat weet ik wel, maar wat heeft hij dan... Kijk, weet je, misschien is hij gewoon zo nieuwsgierig uit eenzaamheid, weet je, om iets te doen te hebben. Ja, nou, het zal wel. Ik word er mooi gek van. Trouwens wel een bende bij je. Ja, ik ben iets kwijt, dus heel veel van jullie, ja. Oh, wat, dan help ik even zoeken. Nee. Wat is het dan? Nee, het doet toch niet zo nieuwsgierig, man. Je lijkt je vader wel. Ja, hoe kan ik jou nou helpen zoeken als ik niet weet wat... Ik lijk helemaal niet op mijn vader. Tilletje, de vader van... Rustig aan, baviaan. Die vader van Vogel zit boven. Oh, leuk, aardige man. Nee, helemaal niet. Ze hebben de hele tijd ruzie en Arend Vogel is woedend weggevlucht. Zeg, weet je dat wel zeker? Ik heb niet voor nop een uur aan de deur geluisterd. Oh, wat had jij, Frederik lievertje? Wat had ik gezegd? Ben ik vergeten. Ja. Maar die vader van Vogel is 10 keer nieuwsgieriger dan ik. Op het criminele af. En daar ging de ruzie ook over.
Zo, 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 zo. Ja, het schijnt dat ze daar wel vaker ruzie over gehad hebben. Dat ik gehoord heb tenminste, hoor. Ik ben toch wel benieuwd wat voor een type die vader wel niet is, hè? Binnen! Pardon, ik ben de vader van Vogel. Oh, jee. Zo. Zo, dus hier woont die familie... Knots. Ja, hoor, ik ben Tante Til, aangenaam. Tante Til, En dit hier is mijn man, Frederik. Oh. Onkel X is de naam. Onkel X, oh, zeg, gaat u even hier rustig zitten, hè? Oh, ja, rustig, hè? Ja. Zo, zo, zo. Zo, zo, zo. Zo. Ja, ja, u heeft ons boven misschien horen schreeuwen. Ja, dat komt namelijk, mijn zoon die maakt ruzie met mij. En u maakt ruzie met uw zoon als zodanig? Nee, 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 helemaal niet. Nee, ik deed niks. Maar mijn zoon is nogal opvliegend. Dat is heel vervelend. Nou, nooit wat van gemerkt anders, hoor. Ja, nee, dat lijkt zo, omdat je niet weet wat er in hem omgaat. Hè? Hij is zo gesloten als een bus, mevrouw. Ja. En dan ben ik hier. Ik wou u eens vragen. Hè. Ik wou eens vragen, misschien kunt u een beetje op hem letten, hè? Nou, hij lijkt mij oud en wijs genoeg om op zichzelf te letten. Het kind is onderwijzer. Ja, ja, nee, nee, dat bedoel ik niet. En misschien zou u ook... Oh! Ja, deksels nog maar toe. Zeg maar, nee, ik bedoel even opletten dus wie er bij hem boven komen. Hè? En ook hoe laat hij naar bed gaat en zo. Dat zou ik ook graag willen weten. En ik zou ook erg graag willen weten of dat meisje hier beneden, hè, dat winkelmeisje, of dat zijn vriendinnetje is. Dat zou ik graag willen weten of ze ook... met elkaar uitgaan, hè, ook. En zo, hè? U begrijpt wel wat ik bedoel. Ja. Ik begrijp precies wat u bedoelt. Huh? Wat een onprettige vraag allemaal, zou ik zo zeggen. Het is helemaal geen nieuwsgierigheid of zo, dat u dat niet... Nee, absoluut niet. Ik ben alleen een beetje benieuwd. Oh, wat is dat, hè? Oh, bonbons. Ja, nee, die mag ik helemaal niet hebben. Daar ben ik helemaal niet goed van. Dat mag ik van de dokter niet hebben, hoor. Tinnetje, dat individu is in staat om je uit te horen waar je bij staat. Je ziet. Inderdaad, ja. Zeg, wat is dat? Oh, dat zijn mijn schilderspullen. Ik schilder namelijk kunst. Oh, zo. Tinnetje, wordt het geen tijd voor roze verf? Dat dacht ik ook, ja. Zo, maar zeg maar, hoe doet u dat dan? Nou, heel simpeltjes, hoor. Ja. Let je maar eens eventjes op. Simpeltjes. Een glinsterig kloddertje roze. En een kunstig kloddertje roze daar. Zo makkelijk, bent u een vogel, vader van Arend? Wat is dat? Wat moet dat in mijn huis? Ik heb een bevel tot huiszoeking. U zult ervan listen. Zo. Wil je daar wel eens mee ophouden, lummel? Hands up! Ik oefen enkel mijn geheime agentenfunctie uit. Mag ik eindelijk ook eens... Alles wat u te verbergen heeft, zal boven water komen. Nou. Oh, u heeft hier niks te maken. Help! Frederik, lieverd, heb je weer versterking nodig? Nou, hier ben ik, hoor. Een en al mobiele eenheid, als het ware. Hij is niet gediend van mijn nieuwsgierigheid. Ik protesteer! Oeh, zo. Wat eigenaardig, zeg. U vraagt zelf wel iedereen de oren van het hoofd. Hè? Ik ben helemaal in mijn element. Wij gaan over tot het verhoren. Waarom bent u zo nieuwsgierig? Heeft u soms zelf wat te verbergen? Ik wil hier weg. Waarom? Oh, als mijn zoon hier zou zien. Waarom? Hij mag hier niks van weten. Waarom? Omdat jullie vragen veel te veel. Waarom? Houd toch op met je gevraag. Waarom? 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 Een zeemans hart, er is zo snel, en je denkt niet meer Misschien is je vader eigenlijk wel zo nieuwsgierig, omdat jij hem nooit eens iets vertelt. Ja, maar als ik daar nog geen zin in heb, hè? Hij hoeft toch niet altijd alles te weten? Ja, joh, vaders zijn net kinderen. Als je ze iets verbiedt, dan willen ze het juist graag. Wat een wijsheid. Nee, ik bedoel het serieus. Ik vind eigenlijk dat je je vader best wel eens wat vaker iets over jezelf kan vertellen. Gewoon... Hé, hey, nodig hem eens te eten uit. Zal hij hartstikke gezellig vinden. Ja, nou, dat weet ik niet, hoor.
Nou, je moet een beetje verdraagzaam zijn. Dat leer je die kinderen op school toch ook? Nou, moet je eerst maar eens bij jezelf beginnen, vind ik. Hé, pa, wat is er? Voel je wel goed? Ja, juist wel. Ja, nee, ik heb alleen zo'n roze gevoel. Net of ik daarboven in slaap ben gevallen en heb gedroomd of zoiets. Ja, die familie zal wel denken. Ja, jongen, ik moet je wat zeggen, hè. Ik heb spijt van daar straks. Ah, geeft niks, pa. Zand erover, hè. Ik... Ah, nee. Er is me een heleboel duidelijk geworden op de een of andere manier. Maar... Weet je wat, ik ga weg, hè. En ik zal ook geen vragen meer stellen, hoor. Ik begrijp het wel. Je bent jong en je wil geen last van jouw nieuwsgierige vader, hè. Ja, maar pa, nou had ik je net willen vragen om te komen eten. Wat, vanavond? Nou, hè? Nee. Zondag maar, hè. Goed? Oh, zondag, ja. Nou, en wat eten... Oh, nee, dat zou ik niet meer zeggen. Ik zou gewoon... Wachten tot op tafel. Ja. Zeg, dag, juffrouw. Dag, heer. Zeg, tot zondag dan, hè. Ja. Ja. En, oh nee, dat is ook niet. Dag, pa. Ja. Nou, zie je hoe makkelijk het is? Ben je toch een wijsneus, hè? Nee. Ga je mee naar zolder, dan gaan we een kopje thee bij mij drinken. Ja, ik wil wel, maar ik moet eerst nog iets opzoeken. Oh ja, groot geheim van je, hè? Ach, nou, jongen. Hansje, pst. Ik heb wat voor je. Vang. Wat is dat? Wat is dat? Niks bijzonders. Hartstikke bedankt, oma. Ja, maar wat is dat nou voor een ding? Ik vind wel dat je toch een beetje op je vader lijkt. Pas op jouw woorden, hè, jij. Hé, oma. Ja? Lieve kind. Heeft iemand iets gelezen? Niemand. Zelfs de oude zemelaar niet. Maar u ook niet? Tuurlijk niet. Ben ook jong geweest. Ergens. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno. Oh, zoek dekking! Shit!